Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat heel Nederland geniet van volop zonneschijn. Er drijven wel wat hoge, dunne wolkensluiers over, maar de zon kan daar heel goed doorheen schijnen. Het prachtige weer heeft te maken met een hoge drukgebied boven Duitsland en aan de zuidflank van dat hoge drukgebied stroomt met een zuidoostelijke wind warme lucht naar ons land toe. En dat is echt flink warme lucht. Dit zijn de maximumtemperaturen gemeten tot ongeveer half twee vanmiddag. Toen was het zo'n 15 of 16 graden op de Waddeneilanden en 19 tot 23 graden in de rest van het land. En de komende uren komt daar nog wat bij. Uiteindelijk komt de temperatuur zo tussen de 20 en lokaal 26 graden uit. En daarmee is regionaal sprake van de eerste zomerse dag van het jaar. En dat is tamelijk vroeg ondanks dat we de afgelopen maand wat lagere temperaturen hebben gehad dan normaal. Vanavond is het ook nog prachtig weer. De temperatuur blijft een tijd lang nog boven de 20 graden. Zo halverwege de avond is het een graad of 19 bij een zwakke of matige zuidoostenwind. Komende nacht uiteindelijk daalt de temperatuur tot een graad of 11. Er staat nog steeds weinig wind. Het is overwegend helder en dus rustig. Morgen volgt opnieuw een dag met volop zonneschijn. En bij een zwakke tot matige zuidelijke wind, zuid tot zuidoost, wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan namelijk 24 graden aan de kust, tot 28 of lokaal 29 graden diep land in waard. In de loop van de dag wordt de wind zwak en veranderlijk. En in de kustgebieden kan die dan vanaf zee gaan waaien. En dat kan dan op de stranden voor een gevoelige afkoeling gaan zorgen. Ja, het fraaie lenteweer houdt niet op bij morgen, want vrijdag volgt nog zo'n dag met volop zonneschijn. De wind waait dan uit het noorden tot noordwesten. Dat betekent dat de temperatuur in de kustprovincies wel duidelijk wat gaat inleveren. Maar verder landinwaarts, daar blijft die nog behoorlijk op peil met 25 tot 27 graden. Op zaterdag dan heeft overal de temperatuur wat ingeleverd. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Op zondag weer iets hogere temperaturen, maar in de loop van de dag komt er dan wel meer bewolking vanuit het westen opzetten. En in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. En als we dan naar de 15-daagse verwachting gaan kijken, dan zien we dat daarmee eigenlijk een wat wisselvalliger weertype aanbreekt vanaf maandag. De temperaturen liggen dan overdag zo rond de 15 of 16 graden. Maar we zien een band van onzekerheid in deze verwachting. Die onzekerheid die zit hem met name richting de warme kant op. Met andere woorden, het zou dus wel eens kunnen meevallen en dat de temperaturen toch weer in de buurt van die 20 graden uitkomen. Veel lager dan een graad of 14 zal het op de slechtste. Dagen niet worden. Ik ben Ben Langkamp van Veerplaza.nl.